Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Paribas Turbo-overweging in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u mee naar de dagkaart van Heijmans. Heijmans op dit moment de grootste stijger met ruim 3%, staat in het nieuws, maar het is altijd interessant om te kijken wat de chart aangeeft, wat je dan als actieve belegger het beste kunt overwegen. En dan kunnen we vaststellen dat er eigenlijk sprake is van een middenstip situatie. En daar bedoel ik het volgende mee. Als we de dagkaart bekijken, dan zien we duidelijk aan de bovenkant van het speelveld 10 tot 11 de begrenzing. Daar ligt de rode streep en daar komt ook de SMA-lijn het veld binnen. En onderin het veld hebben we 10 plus als eerste groene streepje. Daar is recent een klein bodempje geplaatst en daar zou de koers natuurlijk ook heen gedrukt kunnen worden. Vandaar die middenstippositie, met andere woorden, zowel kansen voor beer als stier. En het klinkt wat flauw, maar goed, af en toe heb je een situatie, een charttechnische situatie, waarin niet duidelijk is, niet overtuigend duidelijk is, wat de volgende stap van de markt zal zijn. Zeker gelet ook op de verschillende rangen en standen bij de indicatoren. De swingteller in een plus 5 rebound standje, maar de RSI alweer dicht bij de 50 lijn en tevens de dynamische overboordlijn die daar vlak boven ligt. Dus inderdaad kansen voor beer en stier. En dat betekent dat je dan op dit moment moet denken aan een zogenaamde voorwaardelijke turbo kans. Daar bedoel ik het volgende mee. Wacht op een duidelijke uitbraak. Het zij boven 10 tot 11. Dan heb je turbo long kansen. Of als de beer zijn grip gaat vergroten en gaat breken onder de 10. Dan krijg je turbo short kansen. Dus dat is even de boodschap voor dit moment op de dagkaart van Heijmans. Een pas op de plaats. Noteer de grenzen 10 onderkant, 11 bovenkant. Buiten deze boundaries dan zijn er voldoende kansen voor nieuwe turboposities.